Mijn naam is Krijn Nachtzaam. Ik werk voor Vrijwerk. Vrijwerk is onderdeel van Arbonet. En wij begeleiden organisaties bij implementatie van het nieuwe werken. In essentie is er helemaal niks nieuws aan het nieuwe werken. Het nieuwe werken is een vorm van ondernemerschap die bij sommige mensen 10, 20 jaar geleden al werd toegepast. Wat wel een groot verschil maakt, is dat de apparaten die we kunnen gebruiken en de snelheid van communicatie die we kunnen toepassen, het voor steeds meer mensen geschikt maakt om plaats en tijd onafhankelijk te kunnen werken. Palmerie met Soumya. Vaak zie je dat binnen het MKB het nieuwe werken al heel erg wordt toegepast. Niet zozeer in dat ze alle middelen tot de beschikking hebben om vanuit huis te werken, maar de vrije ondernemingsgeest is heel erg aanwezig bij de zelfstandige ondernemer. En dat is wat het nieuwe werken zo kenmerkt. Novoris is een IT-bedrijf in Nieuwegein. Daar werken 26 mensen. En wij promoten het nieuwe werken sterk door het motto Practice What You Preach. Dus door het eerst zelf te doen kun je de valkuilen en de voordelen vertellen tegen je klanten. En juist bij die kenniswerkers past het nieuwe werken ontzettend goed. Zij hebben nu al taken die heel veel achter de laptop of pc plaatsvinden. Waardoor het heel erg geschikt is om dat soort taken ook op een andere plaats en een ander tijdstip uit te voeren. We zien in het filmpje van Kees bij Villa Ruimzicht dat hij het voor zichzelf heel goed heeft geregeld. Hij heeft het nu ook voor 2 of 3 salescollega's toegepast. Maar Kees zou kunnen overwegen om het voor veel meer mensen mogelijk te maken. Belangrijk is dat je daarbij kijkt naar de taken in plaats van naar de functie. Om bijvoorbeeld te noemen de chef-kok, die bepaalde taken echt op plaats en locatie zou moeten uitvoeren. Maar een chef-kok heeft ook taken als voorraadbeheer en het creëren van de menulijsten, die hij vanuit huis zou kunnen uitvoeren. Dus daar is het als ondernemer goed om ook verder te kijken dan alleen naar de functie. Dit is het middengedeelte waar een flexruimte is, waar de netwerkbeheerders kunnen gaan zitten op het moment dat ze binnen zijn. En vaak kiezen ze ervoor om thuis te werken, want dan worden ze niet afgeleid. Dan willen ze op kantoor een afspraak. Dat is een leuke situatie waarin Arjen vertelt over het niet afgeleid zijn als je thuis werkt. Terwijl veel mensen natuurlijk op het thuisfront ook kinderen over de vloer hebben. En dat is wel een aandachtspunt voor medewerkers, dat het vanuit huiswerken niet altijd de oplossing is. Uiteindelijk gaat het erom dat je ergens gaat werken waar je kunt focussen en richten op de taak die je dan gaat uitvoeren. En thuis is daar niet altijd per definitie de beste plek voor. Hey Madeleine, hoi hoi. Wij hebben echt als regel voor mezelf, want anders dan houdt het bij mij echt nooit op, want de telefoon gaat gewoon 24 uur. Dat als we gaan uit eten of ik heb een feestje, zet ik hem uit. Ga ik op vakantie, zet ik hem uit, maar laat mijn man zijn telefoon aan. Dat is gewoon een regel. Want dan, ik zet ook echt alles stop. Ik ben helemaal leeg. Want dan, voor al die indrukken wat ik dan op me laat inwerken, dat heb ik ook nodig. Even mijn hoofd leeg maken, want anders dan hou ik het natuurlijk niet vol. Dit is een van de belangrijkste maatregelen die je moet nemen in het nieuwe werken. Dat je als mens de keuze maakt wanneer je wel en wanneer je niet bereikbaar bent. Zodat je ook altijd met je volle 100% aandacht kunt zijn bij wat je doet. Op het moment dat dat je gezin is, dan moet je bij je gezin zijn. En niet ondertussen je BlackBerry aan het lezen zijn, zodat je geen aandacht hebt voor je kinderen. Ondernemingen die de mens centraal zetten, maken het verschil in een steeds competitiever wordende markt. Jij merkt als klant op het moment dat jij te maken hebt met bevlogen medewerkers. Met mensen die dat stapje extra zetten. Met ondernemers in loondienst. Als jij dat als klant merkt, ga jij naar dat soort organisaties om jouw diensten of jouw producten te kopen. En dat is het verschil met de organisaties die het succes halen en anderen niet.